Yo, Kevin Ottevoort van je. Leuk te kijken naar deze rare intro. Ik wil even waarschuwen voor deze aflevering van ARK. Niet waarschuwen in een negatieve manier, maar er gaan deze aflevering een beetje gebeuren. Dingen gebeuren waar ik een beetje boos en zagrijnig, wil ik niet echt zeggen, maar ik was een beetje boos deze aflevering. Dus ik wil even waarschuwen over mijn reacties die ik heb gegeven bij bepaalde dingen die je in deze video gaat zien. Ook heb ik misschien een paar dingen gedaan waar ik achteraf misschien een beetje spijt van heb. Maar waar ik wel wat oplossingen voor ga vinden. Het komt eigenlijk neer dat ik echt boos was en teleurgesteld in mezelf en in ARK was, deze aflevering. Ik wil even zeggen dat ik je even voor waarschuw, simpelweg. Ik ben niet trots op wat ik deze aflevering allemaal gezegd en gedaan heb, maar ik wil het je toch laten zien. Want het is een van de zwaarste afleveringen die ik ooit heb gemaakt, in wat voor game dan ook. Dus ja, ik wil je even waarschuwen en ik hoop dat je toch plezier hebt met deze aflevering van ARK. Dus veel plezier met kijken en ja, ik zie jullie dan nu in de aflevering. Yo, Kevin Ottevoort van je. Leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van ARK Survival Evolved. Vandaag, jongens en meisjes, dames en heren, gaan we weer proberen een kwetsel te temmen. Zoals aan in de voorgaande anderhalve aflevering, kan ik ze eigenlijk wel noemen. Op dit moment heb ik even touch nodig, want ik wil even een paar parachuten maken voor het geval dat. Want we gaan niet proberen een kwetsel te temmen met een scorpion. Dat is wel een schorpioen, dat gaan we niet proberen. Wij gaan namelijk proberen dit te doen met... Waarom land jij niet? Oh, jij volgt. Volg. Oké. Maar wij gaan proberen met grappling hooks. En even kijken. Als het goed is, ik heb 5 grappling hooks in deze crossbow zitten, zoals je hier ziet. Hup. Alleen wil ik dan natuurlijk een paar parachuten maken. En dan moet ik eventjes naar deze kast gaan. Ja. En... Dan gaan we even hierin stoppen. En dan wil ik graag 4 craften. Ja, dan hebben we 5 parachuten. Dus als wij op een gegeven moment doodvallen, kunnen wij eventjes gauw een parachute uitleggen. En vallen in principe niet dood. Daar komt het eigenlijk simpelweg op neer. Ja. Ik heb even kijken. 44 Trank Arrows. Ik heb geen narcotics. Waar heb ik mijn narcotics gelaten? Die heb ik natuurlijk nog. Oh, wacht even. Ik ben in level up. We gaan de level up gebruiken in melee damage. Maar ik wil gewoon schoon mogelijk een kwetsel temmen. Wat we gaan doen, we gaan een kwetsel temmen. Geen lage kwetsel deze keer. Wij gaan een iets hogere kwetsel temmen. Iets hoger bedoel ik mee. Hier zijn de narcotics. Iets hoger bedoel ik mee. Ja. Even kijken. Hup. Kan ik even... Ja, nice. Dan wil ik gewoon... Stop. Moet ik op deze volg gaan zitten. En dan... Zit ik vast, of niet? Oké, land jij maar. Oké. We hebben een dodo. Oké, hou dodo. Hoe we dit gaan doen is wij gaan... Dit eerst testen. Oké. Dan moet ik eventjes mijn opties bekijken. Whistle, attack this target. Is period. Maar wat is period? Op mijn toetsenbord. Even kijken. Oké, dan moet ik eventjes een goede manier voor krijgen. Oké. Whistle, attack this target. Wil ik deze gaan gebruiken? Ja. En neutral wil ik... Die. Oké. Dit is attack. Oké, dit is apply. Save. Oké. Dus wat ik nu ga doen is... hoe gaan we dit nou doen? Nee, ik zoek een kwetsel, maar ik zie geen kwetsel. Kan ik zo verder lopen? Oké, zo is het. Oké, Archie. Follow. Oké, let's go. Oké, mooi. My god, is dat... Waar heb ik hem op staan? Ik heb hem op staan op Gamma 3 of niet? Ja, ik wil even Gamma 4 zetten.
Oké, er is ook dus een kwetsel ergens in de lucht. Oké, okay, wat ik kan doen, is ik kan met dit ding, dus kijk, het draadje zit nu nog steeds aan mijn... God damn it, waarom is dat ding zo bright? Zo lichtgevend. Kom op, volg mij. Oké, okay. Maar genoeg, ik ga alles uit de drop gooien hier. Oh, fucking Tylo. Fuck off, Tylo. Oké, drop. Niemand wil dit, dus ik drop het gewoon. Hi! Oké, okay, ik ben een aanval door een insect. Oh, hier een kwetsel. Wat voor level ben jij, kwetsel? 36. Wat valt mij nu weer aan? Oh, crap. Okay. Hi! Oké, okay, ik ben Nura's gekillt. Kom op, Artie, pak hem! Oh, crap. Heb je hem nu? Oh god, ik vlieg in de lucht. Oké, okay, hij is gekild. Oké, okay, Artie! Artie, please! En de kwetsel is weg. Oh, hier is de kwetsel. Oké, okay, Artie. Wat is de kwetsel? Oké, okay, hier. En dan... Oké, okay, let's go! Twank arrows. En dan wachten tot we dichtbij zijn. En stop. Oké, okay, goed. En ik wil niet uit de verrende gaat. Oké, okay, val aan. Nee, niet bij Arjen, niet, what the fuck? What the fuck is mijn Pterodon aan het doen? Oh, waarom gaan we nu naar beneden? Oh, no my fucking shit. I hate you, Arjen. Ik haat je. What the fuck, Pterodon? Waar de fuck is mijn Pterodon? Waar is Ambrogino? Waar is Ambrogino? Ben jij de Pterodon of de kwetsel die ik eigenlijk wil hebben? 10, 30. Nee. Oh my god. Hij is weg of niet? Oké, okay. Ik ben een Pterodon kwijt. Waarom? Omdat die freaking Pterodon dat ding aanvalt. Hier is die. Pterodon, kom hier. De Pterodon, waarom zou de Pterodon niet dat pressen? Jij? Passive. Jij blijft hier maar vliegen. Het zit me helemaal geen ene fucking donder waarheen vliegt. Het enige wat ik wil is ik wil die fucking kwetsel. Oké, okay, deze manier is moeilijker. Ik zie niks door die fucking drop. Niemand wil white drops, Ark. Dus fuck off met de white drops. Oké, okay, ik moet hier landen. Want ik moet natuurlijk weer een haak schieten op mijn Archetevis. Nee, landen. Oké. Okay. Kan ik de kwetsel zien van de vier? Nee, en weet je waarom niet? Omdat die fucking white drop zo fucking wit is. Oh, ik haat deze game zo fucking erg. Oké, okay, ik zie hem, oké. Okay. Ja. Oké, okay, goed Archie, goed. Dit is perfect. Waar is de kwetsel? Waar is een kwetsel? Gewoon een kwetsel. Het boeit me nou niet welke kwetsel dit. Ik kan niks zien door de white drop. Waarom is alles zo fucking helder? Met die fucking drops. Ik zie geen kwetsels. Ik kan mijn artisans nergens achteraan sturen als ik geen kwetsel zie. Oké, hier is de kwetsel. Kwetsel. Hier. 36. Dit zit me eigenlijk helemaal niks. Ga nu. Oké. Okay. Nu. Twank arrows. En stop. Oké, okay, nice. Oké, okay,
Archie, ik kan de kwetsel niet zien omdat je vleugel er fucking voor hangt. Oké, hier is die. Oké, en ga erheen. Kan die vogel van mij, die andere vogel, maar niet aanvalt. Vind ik alles goed. En stop. Oké, okay. Let's go. Oh my god, de drop is niet. Yes, oké. Okay. Meerdere hits. Nog een hit. Oké. Okay. Val aan. Let's go. Let's go. Oké, okay, ik heb het onder de knie nu. Oké, okay. Goed. Goed, oké. Okay. Alleen, we moeten zorgen dat het kwets niet te dicht bij de grond komt. Het probleem wat, je dan, wat we dan gaan krijgen is dat mijn RTT wil gaan. Voor gaan landen. En dat wil ik niet hebben. Okay, en stop. Nice, nice. Oké. Okay. Pak dat ding weer. Dan kan hij weer even achteraan gaan vliegen. En. Oké, okay, goed zo. Dan geef, doe je het niet of zo? Sorry. En stop. Oké, okay, crossbow. Oké, okay, en. Oké. Okay. Verder kijken. Hij mag niet uit mijn rende verdwijnen, want dan zijn we gewoon kwijt. En dan kunnen we ook niet meer terugvinden. Oké. Okay. Okay, let's go. Oké. Okay. Hij vliegt in ieder geval dit gebied. Als je niet, zolang je het niet aan Red Force gaat, vind ik alles goed. Oké. Okay. En wacht, en wacht, en wacht, en wacht. Stop. Ik had dichterbij gekund, maar. Oké, okay, ik heb hem geraakt. Ik hoorde hem raken. Ja. Nee. Val erachteraan. Go! Go! Oh, crap. Hij gaat richting de Redwood Forest. Waarom moeten alle kwetsels naar het Redwood Forest gaan? Waarom? Ik moet een ander biome zoeken in een andere kwetsel. Want ze gaan altijd hierheen. Ik moet een kwetsel zoeken aan de andere kant van dit forest. Oké, okay, en. Wachten, 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 wacht, 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 stop. Oké. Okay. En. Mooi raak. Kwetsel. En. Volg. Ik pak gelijk mijn ding hierbij. En dan kan ik gewoon meteen gaan schieten. Oké. Okay. En. Stop. Headshot. Nice. En. Val aan. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oké, okay, hij is nu boven de swamp. Ik hou niet van als je boven de swamp vliegt. Ga niet de Red Force in, want. Oh, daar gaat mijn volger landen. Daar wil mijn volger gaan landen. Oké, okay, wachten, 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 wacht, 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 wacht. En. Stop. Right in the booty. Hey! En hij gaat weer het Redwood Forest in. Game? Ik haat je zo erg. Ik haat jou zo erg, Game. Waarom? Omdat hij mijn freaking kwetsel in een Redwood Forest gooit. En ik denk ten eerste geen ene donder kan zien door de grote bomen. En ik ten eerste nou tegen de boom wat geflikkerd naar mijn vogel gewoon rechtstreeks op afvliegt. Oké, okay, ik zie niks. Ik zie niet waar. Oké, okay, hier is de kwetsel. Oké. Okay. Wacht, vogel. Wacht. Stop. Waarom beweeg ik zo erg? Oh, ik zag hem. Nee, waarom, game? Ik haat deze game. Echt. Ik haat hem zo erg. Ik ben hem kwijt nu. Ik kan hier niks meer doen. Ik ben nu. Ten eerste, ik ben een grappling hook kwijt. Want het enige wat ik nu kan doen is. Ik kan nu naar boven gaan. Even kijken. Kijk, ik ben hem dus kwijt. Waar is de kwetsel? De kwetsel is weg. Daar komt het op neer. Fucking game. Waarom moeten ze alle kwetsels hierheen gaan? Waarom? Alles breekt mijn ongeluk met die
fucking kwetsels. Sorry dat ik zo boos ben, maar dit maakt mij gewoon zo boos. Echt, ik snap dit niet. Ik snap hier helemaal niks van. Want waarom doet Ark mij dit aan? Waarom moeten alle kwetsels naar het midden van de map vliegen? Als je ze raakt, vliegen ze altijd hier naartoe. En wat je dan krijgt, is ze vliegen tussen de bomen. Of je raakt ze kwijt. Of je kunt ze niet meer zien, zoals ik net had. Die kwetsel kunnen we niks meer mee. Waarom? Omdat we hem kwijt zijn. We kunnen nu helemaal niks meer met die kwetsel. Wat ik nu ga doen, ik ga deze kant maar even opvliegen. Nee, ik ga naar deze kant toe. En ik ga kijken of daar kwetsels zijn. Want we kijken of kwetsels dan ook naar noorden vliegen. Of ze dan ook hier naartoe vliegen. Want anders is dit gewoon één grote bug dat gewoon niet werkt in Ark. Want dit maakt mij boos. Maar dat betekent dat je op geen enkele manier een kwetsel kan temmen in je eentje. Maar een scorpion, dat gaat gewoon niet. Want de scorpions zijn gewoon niet sterk genoeg. Nee. Of je moet gewoon een level 80 scorpion hebben of zo. Maar wie kan in een lage surf met lage difficulty 80 scorpion krijgen? Ja, dit maakt mij gewoon ontzettend boos. Dit alles. Dit is gewoon... Dit is niet normaal, oké. Waarom moet altijd alles naar het Redwood Forest gaan? Waarom? Ik snap dat dit jullie prieeltje is in Ark. Dat hele mooie forest. Ik vind het op zich ook wel mooi. Maar waarom moet je alles gewoon hier naartoe gaan? Ja, ik vind het jammer. Ik vind het ontzettend jammer. Nu, ben ik een kwartier in deze opname, heb ik nog steeds geen kwetsel. Waarom? Omdat ik hem kwijt ben. Hier is ook een kwetsel. Ben jij die level 4 kwetsel nog steeds? Van de vorige aflevering. Nee, level 36. Great game, great. Great. Weet je wat ik ga doen? Ik ga deze kant vliegen. Ik ga kijken of daar kwetsels zijn. Ik zoek gewoon een laag level kwetsel. Level 4 of 3 of zo. Het interesseert me eigenlijk helemaal niks. En ga kijken of ik daar een kwetsel kan vinden. Want als die kwetsel dan weer hier richting de Redwood Forest vliegt, dan range quit ik. Dan stop ik mee met kwetsels. Dan hoef ik ze niet. Want dan wordt het onmogelijk voor mij om een kwetsel te temmen. Ja, als mij in deze aflevering niet lukt, dan ga ik mezelf gewoon de kwetsel geven als beloning. Serieus. Want dit werkt anders gewoon niet. Hier is nog een kwetsel. Wat voor level ben jij? 4. Dat is de kwetsel van de vorige aflevering, jongens. Dat is de fucking kwetsel van de vorige aflevering. Oké. Ik moet landen. En ik wil gelijk gaan landen en die kwetsel proberen te temmen. Alleen... Oké. Dit kan wel gaan lukken. Zolang jij maar niet die kan afvliegen, vind ik alles goed, kwetsel. Echt. Ik vind alles goed. Mijn scorpion is ook ergens in die berg. Op die berg. Ik zie hier ook scorpions. Dus. Oké. Oké, waar is de kwetsel? Hij vliegt precies direct hier. Dus ik kan hem zien vanaf de grond. Game lag niet, alsjeblieft. Oh, deze game die mag mij op een of andere manier gewoon simpelweg niet. Waarom? Ik heb geen idee. Want hij lagt enorm. Oké, Archie. Oké. Are you kidding me? Are you freaking kidding me? Nu zit... Oh, fucking good game. Echt. Waar is de kwetsel? Hier is de kwetsel. Ben jij de kwetsel? Oké. Thank freaking God. Oké, ik heb geen idee welke het is. Van de twee hier. Maar, we zitten nou ook in een hoger gelegen gebied. Weet je wat dat betekent? Dat als ik straks zeg dat hij moet stoppen, dat hij gaat landen. Game! Waarom lek je nu? Oké. Oh, please, game. Please, oké, level 4. Ik wil level 4 hebben. Level 4. Get him. Oké, hij vliegt de andere kant op. Ga niet naar het sneeuwgebied. Dat wil ik ook gewoon niet hebben dat je dat doet. Oké. En... Wacht. Ik vlieg heel te op en neer, maar dat maakt niet uit. Oké, jij bent een laag level. In principe zal het betekenen dat jij minder... arrows hoeft te krijgen. Oké, stop. Die miste ik. Op een andere manier. Oké. En... Waar is hij in? Volg! Ik zie hem niet door de freaking zon! Oh nee, ik ben hem kwijt! Nee, hier is hij! Let's go!
Yes! Oh, thank god. Waarom is die zon zo bright? Fuck, fuck, fuck. Oké. Okay. Waarom doet mijn gamer die? Oké. Okay. Stop. Oké, Hopelijk is het een goede kwetsel. Dit is een goede kwetsel. Oké, en... Val hem aan. Dit gaat goed, dit gaat goed. Dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Ik heb geen idee hoeveel Trank Arrows het kost om een kwetsel te temmen. Dat weet ik dus serieus niet. Ik heb geen research gedaan hierin. En hij gaat dicht in het sneeuwgebied. Ik heb geen fur armor. Ik heb geen warme armor. Dus als hij daarheen gaat, heb ik ook een probleem. Maar dan overleef ik niet. Dan overleef ik in principe wel, maar... Dan moet ik een heleboel campfires gaan maken. Oké, hij gaat nou deze kant op. Oké, wachten. En stop. In het hoofd. Lekker. Yes! Hij is neer! Holy crap! Holy crap, hij is neer! Holy crap, waar is die? 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 No! Wacht, is dit hem? Nee. Zeg niet dat jullie fucking katten hem hebben opgegeten. Oh no. No, please. Ik zie geen ene fucking donder hier. Oh no, please. Zeg maar niet dat jullie hem hebben opgegeten. Is dit hem? Nee, een fucking schildpad. Oh no. Ik kan geen ene fuck flikker zien door die hele fucking zon. Oh, wat heb ik gedaan? Oh my god. Kijk, ik zie niks door de zon. Waarom staat de zon zo laag en is hij zo fel? Hij viel hier ergens. En hier waren een heleboel katten. Ze kunnen hem toch niet meteen hebben opgegeten? Dat kan toch niet? Er zijn een heleboel scorpions hier. Oh my god, ik zie helemaal geen ene flikken. Ik zie helemaal niks zo. Oké, dit is beter. Oh no. Dan hebben we er eindelijk één. Nee, ja. En dan is hij opgegeten. Oh nee, jongens. Jullie motherfuckers hebben me opgegeten, hè. Echt, ik haat jullie zo erg. Ik haat jullie. Echt. Waarom moeten jullie mijn fucking kwetsel opeten? En het wordt foggy. Het wordt mistig. Oh, ik haat het. Ik haat dit game. Oké, er wordt hier iets gevochten met elkaar. Ik zie een heleboel katten in de verte. Die motherfucking katten. Ja, hij is weg. Hij is hier niet. Hij is hier niet. Oké, ik moet nu weer Gamma horen, want ik zie geen ene fuck. Door die fucking... mist. Oké, waar viel hij naar beneden? Ik weet het niet. Hij viel hier ergens naar beneden. En ik vlieg naar beneden, er zijn een heleboel katten. Dat kan op één ding wijzen. Dat is gewoon dat hij opgegeten is. Daar komt het op neer. Dus we hebben geen kwetsel. Dus alles wat ik nu net gedaan heb, moet allemaal weer opnieuw. Waarom? Omdat de kwetsel is opgegeten. Wacht. Is dit hem? Nee, dat is een bob. Echt, Ark. Ark, ik haat deze game zo erg. Ik haat hem niet, maar ik zeg nu gewoon. Dit, door dit soort dingen, ga je games haten. Als games jou dit aandoen, dan ga je ze door haten. Echt. Ja, het is een fucking RTT's beneden, maar er is geen kwetsel hier. Hoe kunnen katten in een paar seconden een kwetsel opeten? Dat kan niet. Dat kan niet, game. Er is een T-Rex hier. Oké, okay, ik geef het op. Ik ga geen kwetsel meer temmen. Echt. Nou, lukt het mij eindelijk. En valt hij neer? Is hij weg? Hij is weg. Hij is opgegeten waarschijnlijk. Echt, game. Echt. Ik haat je zo erg nu. Ik haat je
zo erg, deze game. Ik haat deze game nu zo erg. En er is een fucking regen en fucking mist. Dus ik kan geen kwetsels zien zo dadelijk. Ik snap wel dat deze game leuk is, maar er zijn zoveel fouten in deze game die gewoon aangepast moeten worden. Want dit wat er nou net gebeurde, dat zal niet mogen gebeuren. Dat een kwetsel op de grond valt, die hij 5 seconden later bijkomt en de kwetsel weg is. Is opgegeten door 4-5 katten. Game, dat kan niet. Dat mag niet. Nee. Dat betekent dat jij in 5 seconden tijd jouw kwetsel niet kan redden omdat hij opgegeten is. Dat kan niet. Nee, game, dat kan gewoon niet. Nee, ik blijf rondvliegen met de hoop dat hij toch ergens ligt. Maar hij ligt hier niet. Hij ligt hier gewoon niet. Dat gaat gewoon, dat gaat niet gebeuren. Fucking kat. En een T-Rex hier ook nog. Oh, game. Waarom? Waarom doe je dit? Nee, die zijn we wel kwijt. En als hij hier beneden lag, dan was hij nu al weg door de kwetsel. Of door de T-Rex. Jongens. Ik ga het niet opgeven. Jongens, ik ga het gewoon niet opgeven. Ik ga opnieuw kwetsels hebben. Tenminste, ik ga het proberen. Wanneer deze hele fucking klote mist weg is. Als het überhaupt ooit gaat gebeuren. Want, ja, wanneer je iets wil doen, is het altijd mistig. Dus, wat ik ga doen, is we gaan nieuwe kwetsels zoeken. Een laag level. Geen level 30'ers, geen 40'ers. Een laag level. En zodra ik de kwetsel aan het temmen ben, dan kom ik terug. En hopelijk gaat het ons niet wel lukken. Bid naar de ark gehoorde dat het ons nu wel gaat lukken. Ik ben op dit moment opnieuw een kwetsel aan het temmen. Level 3 deze keer. In dezelfde buurt. En ik ben weer in de buurt van de Redwood Forest. Dus ik heb hem een paar keer geraakt nu. Dus even kijken of het nu weer lukt. Oké. Okay. Hij gaat niet het forest in. Dat vind ik goed. Oké. Volg. Oké. Okay, je gaat de goede kant op, kwetsel. In principe. Goed. Zolang je me niet in het water valt, vind ik alles goed. Oh, oké, okay, ik kom terug nu. Nee, ga niet de forest in. No, please, ga niet de forest in. Daarom ben ik hem kwijt, dan kan ik niet achterna gaan. Oké, okay, 3, 2, 1, stop. Val. Yes! Oké, 5. Nee, 6, oké, okay, let's go. Oh, game lag niet in dit moment. Oké. Okay. Sprint naar... Oh, game lag niet nu. Please. Waarom wil je niet gaan sprinten, Arthur Tavis? Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, please. Zeg me niet in het water ligt. Zeg me niet dat het water ligt. Nee, hij ligt niet in het water. Nice. Oké. Okay. Archie. Oké. Okay. Ik heb vlees nodig. Heb je alle vlees? Archie, heb je vlees? Je hebt wat vlees. Oké. Okay. Land. Oh my god. Gaat het lukken? Gaat het fucking lukken? Oké. Narcotics. Prima. Alleen? Oh, je terrorbird. Kom hier, jij. Kom hier. Oké, ze zijn dood. Oké, wat ik nu nodig heb moeten hebben is, ik heb... Hey! Oké, wat ik nu nog heb is prime meat. Dus, jij temt denk ik wel. Je ligt met je kop onder water, maar...
Zijn oxygen gaat niet naar beneden. Dat betekent dus dat hij in principe niet onder water ligt. Vijf narcotics. Oké. Okay. Ik heb prime meat nodig. Archie. Oh, hier is Archie. Oké. Okay. Dat betekent dat ik wat stegos moet doren of zo. Ik moet iets doren. Wat mij prime meat geeft. Is hier iets in de buurt wat mij prime meat geeft? Een stego of een diplo of zoiets. Please. Please. Alleen dat meat gaat heel lang duren. Dit is een spino. Diplo's. Diplo's. Yes, diplo's. Oh, hier zijn bevers hier. Oh, nice. Oké, gaan we hier met move speed. Diplo's. Kom op. Ik moet jullie doren nu. Heb ik normale pijlen? Heb ik normale pijlen? Ja, ik heb normale pijlen. Die kan gewoon hier nu. 6. Oké, dood ze. Alle twee. Weet je, ik kan het met hand doen. Het is ondiep hier volgens mij. Dood hem. Hop, ga dood. Oké, okay, je hebt een mate boost, wat je tegenovergesteld. Oké, okay, zo. Ik heb de prime meat. 1, 3, 6, 8, 10, 12. Holy crap, wat een prime meat. Oké, okay, jij valt me nu waarschijnlijk aan dat ik jouw body heb gedood. Je grote liefde. Hop. Waarom kan ik daar zitten lopen? Dit is fucking al diep. Laat me lopen. Oké. Okay. Archie, let's go. Ik moet je trouwens eens een naam geven. Dat doe ik zo dadelijk. Nummer 3. Oh, dat is mooi. Stukje. Oké. Okay. Oh, please. Zeg maar niet dat hij dood is. Dan race quit ik. Dan is het weg. Dan stop ik mijn ark. Echt. No! Fuck you! Fuck you! Fuck you fucking Archie Tavis. Waarom, game? Waarom? Oh, daar komt een fucking insect achter mij aan. Echt. Game, ik haat je. Ik haat je. Oké, okay, jongens. Sorry dat ik dit nu ga doen. Wat ik nu ga doen, ik ga mezelf een kwetsel geven, level 3. Want ik ben nu helemaal klaar met deze game. Echt waar. Ik heb 2 kwetsels gehad die te grond vielen en gedoord werden door van allerlei dingen. En ik ben nu even helemaal genoeg van deze game. Echt. Ik ga mezelf nu gewoon een kwetsel geven, want ik vind dat ik dat verdiend heb. Ja. En als je denkt dat het niet voor zin is, dan... Ja, ik wil niet zeggen, ja, fuck jullie nou als het ware. Echt, ik... Sorry dat ik zo idioot doe nu en zo boos, want hier word ik gek van. Ik ben serieus 3 uur aan het opnemen nu. 3 uur lang. Voor een kwetsel. En 2 kwetsels zijn fucking gedood. Mijn Scorpion is gedood voor de allereerste keer. En ik ben zoveel kwetsels kwijtgeraakt. Want dat is gewoon simpelweg te contemmen. En nu ben ik er helemaal klaar mee. Ik ga nu naar huis vliegen. Ik ga mezelf een kwetsel geven. Level 3. En... Ja. En daar blijft het bij. Dan gaan we gewoon een kwetsel temmen met een kwetsel. Maar echt... Ark, dit zijn dingen die jullie moeten doen. Want ik vind gewoon dat dit niet kan. Ten eerste, de eerste kwetsel die ik tem. Of de eerste kwetsel die ik... neerkrijg op de grond. Ja. Wordt binnen een paar seconden opgegeten door 4 sabertooths. Ja, van die grote katten. Dat kan niet. Dat zal niet mogen. Nee, dat zal gewoon niet mogen. En deze, ik laat hem even weg. Even kijken niet meer naar om even Prime te halen. En dan is hij in één keer wat opgegeten door de motherfucking Carno. Echt. Echt Ark. Dit zijn dingen waar jullie je op moeten schamen. Als je de game maakt. Zulke dingen zouden niet mogen. Nee. Ik ga nu even afkoelen. Want ik ben nu enorm boos. Ik vlieg richting mijn huis. En dan ga ik mezelf gewoon een Carno of een kwetsel geven level 3.
Dus als jullie daar niet meer eens zijn, ja, sorry dat jullie het daar niet meer eens zijn. Ik heb gefaald in het stemmen van de kwetsen op deze manier. Maar ik vind gewoon nu dat ik een kwetsen verdien. Ja. Ten eerste, ik ben geen diehard Ark speler. Nee, dit is mijn 12e of 13e aflevering Ark dat ik speel. En ik vind gewoon, ik verdien er nu in. Gewoon, wat ik nu gedaan heb, ik verdien er gewoon nu in. Punt. Ja. Dus ik geef mezelf nu gewoon een kwetsel. Dat maakt mijn leven veel makkelijker. Ik heb nu geleerd, ik leer hier natuurlijk van. Van een kwetsel temmen met een grappling hook is de beste manier. Maar je moet ten eerste zorgen dat je landt op een veilige plek. En ten tweede, je moet altijd bij hem in de buurt blijven. Dus ik heb hiervan geleerd. Maar ik ga niet dit opnieuw proberen. Want ik heb nu helemaal genoeg van wat hier is gebeurd met de kwetsels. En we hebben soms een kwetsel, jongens en meisjes, dames en heren. Wat ik gedaan heb, is ik heb gewoon... Ik zag deze kwetsel hier rondvliegen boven mijn huis. Dat was een level 13. Ik dacht van, ik voorsteem hem gewoon. Dus ja, ik heb gecheat, jongens. Sorry daarvoor. Maar ik heb je net uitgelegd waarom en hoe en waarom ik het allemaal gedaan heb. Maar de grote reden daarvan is... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, om eerlijk te zijn. Misschien zeggen jullie van, je had niet moeten cheaten en dat soort dingen. Nee, eigenlijk niet. Maar als de game zoiets doet bij jou, dan moet je wel zoiets doen. Dus ja. Ik kwetsel vliegen jullie daar. En oké. Okay. Laten wij voor het einde van deze aflevering... Sorry dat de aflevering zo lang is. Ik kan er weinig om doen. We gaan de kwetsel zadel leren. Kan alleen bij een smithy geleerd worden. Oké. Okay. De kwetsel gaan we zelf wel landen, denk ik. Maar oké. Okay. Om dit goed te maken gaan we de volgende aflevering... Gaan wij zelf een kwetsel temmen. Ja. En... Zet deze kwetsel dan door, hè? Ik weet niet. De kwetsel gaat erachter landen. Ik weet niet waarom die erachter landen, niet hier. Oké, okay, nou, hopelijk gaat hij niet dood. Ik hoop pissig. Oké, okay. We gaan even kijken. Wat kost het om een zadel te maken voor een kwetsel? Saddles. Kwetsel. 750 huid. Smetting plus heb ik al. Silicon pearls. De fiber is geen probleem. De hide en de silicon pearls. Zit hier nog hide of silicon pearls in? Hier zit silicon pearls in. Een heleboel zelfs. Geen hide ofzo. Waarschijnlijk moet ik even... ik heb hier wel hide. Waarschijnlijk moet ik ding gaan doden. Kom op, game. Lag niet. Ja, ik zit al zo erg lang op dit moment. Op Ark. Al 3,5 uur. Om precies te zijn. Ja, 3,5 uur. Ik heb meer silicon pearls nodig. Pearls. En ik heb een heleboel hide nodig. Ik heb hier nog meer. En ik heb hier nog meer. Oké, hebben we nu genoeg? In ieder geval alleen hide, of niet? Meer fiber en wat hide. Oké, nou dat is in principe te doen. Ik heb een kwetselzadel gemaakt. Het kost niet zo heel veel. Een beetje met de T-Rexes rond. Ik weet niet wat dat was, maar... Oké, okay. We hebben ons al gekwetseld, dames en heren, jongens en meisjes. Oeh, de stamina is op zich wel laag, als ik eerlijk ben. Maar de weight is zo erg goed. Oh my god. Oké, okay. We hebben eindelijk een kwetsel. Ik weet het, de kwetsel is misschien gecheat. Dus daarom ga ik hem ook een naam geven. Okay, even kijken, dit is het handigste. Ik kan nu van de kwetsel afgaan en dan blijf ik op de kwetsel staan. Dat is zo mooi aan de kwetsel en mijn game lagt. Enorm. Oké. Okay. Jij gaat een naam krijgen. En een toepasselijke naam. Je heet. Cheat. Als cheat even normaal. Als het toetsen wat goed doen. Cheat. Oké. Okay. Gewoon. Dan kunnen we laten zien dat wij deze quest toch gecheat hebben. Oké. Okay. Ik wil één ding wil ik heel duidelijk maken. Voor degenen die zeggen. Van waarom heb je gecheat en zo. Ik ben nu een beetje afgekoeld. Om het daarbij maar eventjes te zeggen. Ik heb net bijna rond 4 uur lang heb ik zitten opnemen. Ja. Ik begon met het opnemen van afleveringen. Begon met het proberen te temmen van een kwetsel met een scorpion. Het mislukte toen niet omdat de scorpion doodging door de Terrorbirds.
Ja, daar was ik enorm boos over. Ik vond idioten dat zoveel terrorbus bij elkaar waren. Dus daar raak ik gefrustreerd door. Ja. En daarna probeer ik het opnieuw. En dan heb ik 3 keer te lunchen te proberen. En het lukte mij niet. Nee, de kwetsel wilde niet down. En toen, in deze aflevering, lukte ons eindelijk om een kwetsel neer te krijgen. Valt hij op de grond, wordt hij opgegeten door 4 saber-tooths. Dat van die grote katten. Ja. En denk je van, oké. Okay, hij zal boos zijn, maar het is niet erg. Het was op zich best wel erg. Maar ik zei, tenminste, ik gaf niet op en ik ging door. En toen, jongens, meisjes, dames en heren, gebeurt het opnieuw. Hij viel neer. Er was niks in de buurt. Ik had alle Terror Birds gedood. Er was gewoon niks in de buurt van die plek bij het water. Wat ik doe, is ik ga naar de overkant van de rotsen die ernaast stonden. Zoals jullie gezien hebben. Ik ga 1 Diplo door. Ik kom terug met een heleboel Prime Meat. Ik heb nog zoveel Prime Meat gekregen van een dino. Ooit. Dus een record voor mij. En dan... dan kom ik terug. Zie ik dat de Kano mijn kwetsel opeet. En ik draai er helemaal door. Ik wil mijn excuses aanbieden voor het gedrag waar ik deze aflevering heb laten zien. Ja. Want ik heb hem even teruggeluisterd. Teruggekeken. En ik ben er niet trots op. Nee, want ik hoop dat jullie snappen dat sommige momenten, wanneer je een game speelt zoals dit, en dan gaan dingen fout, dat je dan een beetje gefrustreerd wordt en een beetje chagrijnig, een beetje boos. En dat gebeurde bij mij nu ook. Maar als je 4 uur lang dezelfde game opneemt en 4 uur lang gaat alles mis, dan, ja, dan raak je gefrustreerd en raak je boos. Dus dat heb ik nu ook heel erg. Dus ik wil mijn excuses daarvoor aanbieden, sorry daarvoor. En sorry dat ik deze quest heb getemd, maar ik moest dit gewoon even doen. Waarom? Ik wil voor mezelf een beloning geven dat ik die 4 uur lang erin heb gestoken. En ook al is het niet gekomen, dit is geen competitieve server. Dit is geen competitie arc of zo. Nee. Ik wil mezelf een beloning geven voor die uren dat ik erin heb gestoken. Doe ik dat niet, kijk ik op tegen de volgende aflevering arc die ik maak. Want simpelweg... Ark vind ik geweldig een keer aan het spelen. Nog steeds. Ja. Elke keer wanneer ik een aflevering start, ga ik met veel energie die aflevering maken en veel plezier. En dan wil ik die kwijtraken. En als ik dan nu geen kwetsel krijg en ik doe de volgende aflevering alles opnieuw en er gaat weer wat fout, dan zeg ik, tegen mezelf van, ja, fuck dit, ik ga dit niet nog een keer doen. Ik ga gewoon geen ARK meer spelen. Ik heb geen plezier meer in, want alles gaat toch mis. Dat heb ik gauw. Dat ligt aan mij. Dat ligt niet aan jullie, want jullie zijn heel enthousiast over deze serie. Maar ik ben dat gewoon niet. Ik ben dat op dat moment dan gewoon niet. Dus ik wil mezelf een beloning geven en dit is een kwetsel. Ja. Wat ik in principe ga doen, is... wij gaan de volgende aflevering, of een van de komende afleveringen... Want ik wil misschien de komende aflevering nog wat meer gaan doen. Ook het bouwen aan mijn huis en zo. Maar ik wil de komende afleveringen... een nieuwe kwetsel temmen. Zelf. Niet force tame zoals ik nu heb gedaan met deze kwetsel. Ik wil het zelf doen. Ik wil zelf een kwetsel temmen die op de grond valt en dan zelf beschermen. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we deze kwetsel vrijlaten. Tenminste, ik ga hem niet meer claimen en dan mag hij op zich weg. Ja, dus dat is wat ik ga doen. Deze kwetsel gebruik ik eventjes totdat wij een eigen kwetsel hebben. Eigen kwetsel, want deze is niet van mij. Laten we zeggen, deze kwetsel hebben we geleend. En zodra we dat zelf eentje hebben, dan laten we deze vrij. En dan, dan is het gewoon, dan hebben we eigenlijk een eigen kwetsel. Dat is gewoon iets wat ik wil gaan doen. Ook voor mezelf, ook voor jullie. Dus, ik wil hierbij deze aflevering afsluiten, want ik moet eventjes rust nemen. Ik moet even wat drinken, ik moet even wat eten, want ik voel mezelf slecht nu na deze aflevering. Dus... Het is het einde van deze ARK Survival Evolved aflevering. Vond je deze aflevering leuk? Laat natuurlijk een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie dan allemaal terug in de volgende aflevering van ARK Survival Evolved.